Oh, gast! Gast! Ja, kom hier eruit! Oh nee! Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Mijn naam is Sensor Knol en ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 reacties die ik in beeld ga laten komen deze aflevering. Wie weet zit die van jou er wel bij. Ik ben samen met Colin, je hoort het goed. En wat heb ik in mijn hand? Een Poison of Fire Resistance. Ik heb er meerdere. Ik heb er ook eentje voor Colin, zodat hij het straks kan overleven. Eerst moet ik zijn ass redden en dat gaan we op de volgende manier doen. We gaan deze innemen. Nou, nu kunnen we als het goed is gewoon 8 minuten in het vuur. Laten we het even hopen. Ah! Oké, nu moet ik... Oh, dit is fucking moeilijk. Nu moet ik blokjes plaatsen, hier ergens beneden. Waarom kan dat niet? Ik kan nergens blokjes plaatsen. Is je plan mislukt? Dit is... Ja, mijn plan is mislukt. Wow. Maar weet je nog waar ik ben? Zou je anders heel even inloggen nog? Nee, ik weet waar je bent. Dat is ik kan het gewoon zo doen natuurlijk. En dan zo. Zo, je moet echt goed kijken en dan pas zie je het. En op deze manier kan ik een platform maken. En als het goed is, is Colin nog niet zo ver gezonken. Nee, dat weet ik niet. Ik ben net per ongeluk ingelogd. Ja, dat was stom. Zo van, yo, Colin, we gaan Minecraft opnemen. Ja, is goed. En toen ging hij inloggen. Ja, dat was niet zo handig. Ja, het was gisteren best wel nog laat toen we het opnamen. Dus ja, dan vergeet je die dingen. Even kijken. Dit is echt heel erg lastig. Maar ik weet zeker dat het de moeite waard is uiteindelijk. Nou, ondertussen ga ik weer terug naar mijn nutteloze feitjes, hè? Daar maak ik gewoon een beetje een ding van. En dan later gaan we de reacties in beeld laten komen, mensen. Komt helemaal goed. Yes. Hou het een beetje spannend, weet je? Moet het een beetje zien als Lotto Weekend Miljonair. Weet je, je staat gewoon op het punt om een miljoen te winnen. Daar moet je eigenlijk op wachten. Ja, ik ben echt geconcentreerd, hoor. Dit is heel erg lastig om te doen. Oké. Ah, kijk. Hier kan ik naar boven. Nou, ik ben gefocust. Ik zou zeggen, ga je gang, Colin. Oké, we gaan weer even terugkomen op de Tour de France die nog steeds bezig is. En de duurste fiets ter wereld is een Trek Madon, versierd met echte vlindervleugels. Echte vlindervleugels? Wat heb je daar nou aan dan? Geen idee, maar de fiets die bracht wel $500.000 op. Wat? Ja. Oh my god, wat een gekke werk. Dat is echt gekke werk. Holy shit. De maan die drijft ieder jaar ongeveer 4 centimeter bij de aarde weg. Oh, wauw. Elk jaar zou die klaar... Maar het betekent dus ook, want maan die zorgt ervoor dat de app een vloed is. Het heeft met de zwaartekracht te maken, want de massa op maan is, even denken, de kracht waarmee... Oh, nu gaat hij even slim doen hoor. Zwaartekracht wordt getrokken, zeg maar. Op de aarde is hij volgens mij 9,81. En op de maan is hij echt maar de helft of zo. Daarom staat hij gewichtloos uit. Oh. Maar door dat dus krijgen we eb en vloed. En eb en vloed, zeg maar, is dat de zee dichter op de strand komt of verder gaat. Dus even quiz. Enzo, wat is eb? Eb is dat het dingetje water... op je telefoon waar je dan... Nee. Nee, ik weet wat eb is. Eb is dat, dat het water heel erg ver in de zee zit. Is. Ja, klopt. Ja, en vloed betekent dat het heel erg ver is. Of heel erg dicht bij het strand. Woe! Oh yeah. Ja, als je er wat mee kon winnen, had je dat gewonnen nu. dank je. De Tweede Wereldoorlog wordt in Rusland de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd. Grote Vaderlandse Oorlog? Ja, dus omdat Hitler probeerde Rusland in te nemen. Oh, daar begon het allemaal mee, hè. En nam eerst Polen in en toen wilde hij Rusland hebben. Oké. Ja. Nou, dat is een leuk feitje. Ja. Even kijken. Ik ga echt super lekker, even serieus. Ik ga echt super lekker. Ga je lekker? Ja, ik ga echt heel lekker. Dit wordt zo nice. Dit wordt echt zo nice. Ik weet zeker dat je het nu gaat overleven. Nou, niet helemaal. Maar er is wel een grote kans dat je het gaat redden. Dit is echt een feitje voor Enzo. Oh. Hurkend poepen gaat een aantal seconden sneller dan zittend poepen. Vanwege de positie van de endeldarm. Beste tip ooit, man. Weet je hoe je dat dan moet doen? Ja, en gewoon met mijn benen gewoon zo... Door je knieën zakken en dan je knieën knuffelen. Dat is hurken. Ja,
Ja, dat gaat wel lukken. Oké, okay, Colin, ik wil jou vragen. Even kijken. Oh shit. Of? Voor de zekerheid ga ik dit nog even doen. Even kijken hoor. Ik ben bijna klaar. Nog twee vijfjes of zo, dan ben ik klaar. Deze moet even hier. Zo, ja. Oké, okay, dit is goed. Oké. Okay. Moet ik even hier binnen, zo. Ja, dit wordt meesterlijk hoor. Dit wordt echt meesterlijk. Het is even concentreren mensen, maar straks is het weer vlam hoor. Zeker weten. Hoppakee. Oh, oh, oh. Ga weg, lava. Oh, gaat dit lava nog... Ja, lava gaat nog weg. Woe! Heb je nog een nieuw feitje? Nou, ik wilde eigenlijk opzoeken wanneer de Ramadan dan eigenlijk voorbij was. Want ik dacht zelf dat die al bijna voorbij was, maar het is dus nog even. Oh. Dus ik dacht... Want ik was aan het denken van, hebben we het daarover gehad of niet? Maar niet dus, maar het duurt nog even. Het duurt nog even, oké. Okay. Tot 16 juli staat hier op internet. 16 juli? Ja. Holy shit. Het duurt nog wel heel een paar dagen nog. Ja, dat is nog You can do it! Hou vol! Kom op mensen, jullie kunnen het, echt waar. We geloven in jullie. Ik vind het echt zwaar respect hoor, ik vind het echt heel knap. Meloen is familie van de komkommer en daarmee feitelijk een groente. Oh. Nu ik over nadenk... Ik ben ja, een meloen. Ja, klinkt best logisch. Ja, klinkt dat logisch? Ja, zo'n komkommer heeft zo'n vies sappig, nee, vies drapperig substantie in het midden zitten. Oké, okay, Colin, probeer eens in te loggen. Oké, okay, ik probeer in te loggen. Oh gast, oh stop, eruit. Oké, okay, bijna. Ik dacht dat je het wist. Ik heb je bijna. Okay. Ik heb je echt bijna. Jij zal het gaan overleven door mijn kunsten, mijn bouwproject. Echt waar. Wist je dat er een WK Monopoly is? Serieus? Ja! Maar met Monopoly moet je toch gewoon geluk hebben ook? Nee, je moet ook een beetje inzicht hebben natuurlijk. Nou, je moet weten wanneer je iets moet kopen en wanneer je iets moet verkopen. Maar als je dat dus wint, het WK Monopoly, dan krijg je $20.580. En dat is zeg maar alle huizen, het station... elektriciteitsbedrijf, allemaal bij elkaar opgeteld. Is dat de waarde? Ja. What the fuck? Dat is ziek toch? Ja, dat is wel echt heel ziek. Oh my god. Oké, ik moet hier naar beneden gaan. Ik neem voor de zekerheid even een stukje brood. Straks neem ik nog een potion. Ik moet hier naar beneden gaan en ik moet dit verder, ik moet dit dieper maken. Dus ik moet even kijken, hier moet ik nog een laag maken. Zo. Okay. Ja, het is echt bijna niet te zien, ik weet het. Bij voetbal worden in de 18e minuut de meeste doelpunten gescoord. Wat? Dat wist ik helemaal niet. Nou, dus als je naar voetbalwedstrijd gaat, is het niet erg om een kwartier later te komen. Zou het zijn als je dan... Heb jij het WK vrouwenvoetbal gezien? Nee, toen sliep ik. Meestal. Oh, ja. Oh ja, het was meestal heel erg diep in de nacht, dat is waar. Maar gast, dat was wel echt awesome hoor. Ik heb de compilatie gezien qua goals. En dat was echt super vet. Hashtag goals. Oké, nice. Oké, als het goed is heb ik nu weer een nieuw stuk gemaakt. Even weer een fire resistant potion. Hoppakee, ik heb er nu nog twee. Dus ik moet het binnenkort even goed hebben. Hebben kippen oorlellen? Hebben ze dat? Oorlellen kip. Dat wist ik niet. Waarom zit ik hier vast? Oh, wat zeg maar... Hè? Hey, ja, ze hebben echt oorlellen. Serieus? Ja. Hoezo zit ik hier vast? Aan de oorlellen van kippen zie je welke kleur eieren ze leggen. Als ze rood zijn, leggen ze bruine eieren. En als ze wit zijn, zijn het witte eieren. Wat? Ja. Oké, lol. Oh, ik ben zo geconstateerd, mensen. Ik wil mijn vriend redden. Penguins hebben knieën. Waarom zit ik hier nou weer vast? Penguins hebben knieën? Ja. What the fuck? Oké, dat wist ik niet. Oh, ik hoor weer een guest. Waar is die guest? Oh, there you are. I see you not anymore. Oké, hij is weg. Ik ben er echt bijna, Colin. Bijna. Dat vuur is wel reet irritant. En al helemaal omdat ik hier gebeurd ben. Ik zit vast. Holy shit, ik zit gewoon vast. Even serieus. Oh my god, what the fuck is dit? Moet ik dit onder mij weghalen zeker?
Oh mijn god, ik zit gewoon serieus vast. Wow, hè? Oh mijn god, dat was echt even eng. Ik dacht, als ik vast zit, dan kan ik jou niet meer redden. Nee, dan hebben we bij allebei een probleem. Ja. Oké. Ik moet elke keer wachten tot lava voorbij is. Dat is een beetje het probleem. Dat duurt gewoon heel lang. Je pincode bestaat vier cijfers, omdat de vrouw van de uitvinder dat wel een mooi aantal vond. Wat? Ja, dit is wel echt heel nutteloos gewoon. Oké, dat is echt een heel nutteloos feitje, ja. Holy shit. Naar schatting zijn er nu 25 miljard apparaten aan het internet verbonden. 25 miljard? Ja, en er zijn ongeveer 8 biljoen mensen op de wereld. Shit, hoeveel mensen zijn er op de wereld? Kijk, ik heb nu al wat tijd om dingen op te zoeken wat ik normaal nooit doe. Hoeveel mensen zijn er op de wereld? 7 miljard mensen. Oké, gast, probeer eens in te loggen. Oké, stop. Wel spatie inhouden, hè? Ja, ik zag het al. Ik zag de cobblestone. Oh, je zag het cobblestone al? Ja. Oké, dat betekent dus dat ik echt heel erg close ben. Ik moet nog wel wat dieper gaan, hoor. Ik weet niet of dit het allemaal waard was trouwens, hoor. We zijn hier echt tyfus lang mee bezig, hoor. Ik heb trouwens helemaal niks bij me, hè? Echt wel. Ja. Ik wou net zeggen, jongen. Dat meen je niet. Dit kan je gewoon niet maken nu ik al zo ver ben. Nou, dat weet ik niet. Oké, nice. Vanaf hier moet ik dieper gaan. Zeg maar, als je een gevangenis ingaat, dan kun je straffen krijgen. En in Amerika is het zelfs nog zo dat je op sommige plekken de doodstraf kunt krijgen. En dat doen ze dan meestal met prikjes, volgens mij. Of met elektrische stoelen, ik weet niet. Elektrische stoelen, holy shit, ouwe. Ja, daar zit je al. Ja, gast. Ja, we lachen wel, maar dat is fucking pijnlijk, ouwe, ja. Denk ik. Maar dat is meer wat wij het wil opnemen. Waarschijnlijk, ja, ik weet niet. Volgens mij, als je echt onder stroom staat, dan gaan je spieren zich allemaal aanspannen. Dan trail je niet of zo, maar dan ga je... Nou ja, laat maar, hoef je niet voor je te zien. Het is in ieder geval super pijnlijk, dat zeker weten. Nou, dat weet ik niet, of het super pijnlijk is. Hey gast, heb jij een beetje tijd nu of moet je straks naar ergens heen? Mand? Mand! Nee, omdat ik... we zouden ooit nog eens een XL-aflevering maken, een XXL. En aangezien wij nu zo lang bezig zijn hiermee, dacht ik van, weet je wat? We maken hier gewoon een XXL-aflevering van. Ja, eigenlijk moet ik nog een vlog editen. Maar hey, fuck dat. Oh yeah, Colin is YOLO-mode. Ja, inderdaad. Dat betekent free Colijn power for everybody. Yes, en fuck the nether shirt, nee. Oké, even kijken. Oh shit, ik hoor een guest. Fuck the guest, jongen, ik kan alles aan, ik heb fire resistance. Yeah. Oké, hij gaat nu echt lekker. Ja, nu weet ik dat het gewoon niet erg is dat we nu dit doen, want het wordt toch een XXL-aflevering, dus dit wordt super bazig. Oh. Oké, ik moet weer even wat extra van dit stone hebben. Zo. Even dit weer dichten. Oké, we even wat stone halen. Nu ga ik even een flinke lading halen, dan komt het meteen goed. 9% van alle Facebook-profielen zijn nep. Hoeveel? 9%. Oh, dat zijn er veel, hoor. Ja, want dat klinkt niet veel, maar er zijn heel veel mensen die het gebruiken. Als je... stel, je hebt 7 biljoen mensen op de wereld. Miljard. 7 miljard. Hè? En dan 1% daarvan, dat is dan? En zo? 700 miljoen. 700 miljoen. Nee, 70... 7 biljard, zei jij? 7 miljard. Zo, 7 miljard. Oh, ja, dat is... Oh, ga ik hem vangen? Ah, oh, fuck, net misgelopen. Ja, maar joh. 7 miljard en daar 1% van. Ja. Dat is 7 miljoen. Dat is 777... Nee. 777 miljoen. Gast, weet ik veel. Ja, ik weet het echt niet. 70 miljoen was goed geweest. 70 miljoen? Ja. Oh, ja, ik was Want 7 miljard is een 7 met 9 nullen erachter. Oké. Dus dan haal je 2 nullen weg en dan heb je 70 miljoen. Hey, heb je wat geleerd, man? Ja, thanks, ouwe. Woe! Had ik echt nodig voor mijn cv, voor werk. Ja, waar werk je dan?
Bij een calculatiebedrijf. Nou, ik weet niet of je op deze baan kunt rekenen hoor. Oh! Oh! Shit. We gaan verder dan je denkt. 1,7% van alle online uitgaven, dus als je iets bestelt op internet, als je wat koopt, zeg maar. 1,7% van al die uitgaven zijn verzendkosten. Wat? 1%? 1,7%. 1,7%, holy shit. Een man scheert zich in zijn leven gemiddeld 12.000 keer. Wow. Ja, nou dat geloof ik meteen eigenlijk. Ja, als je elke dag doet, maar ik doe niet elke dag. Ik doe het ook niet elke dag. Nee, één keer in de 3-4 dagen, zoiets. Teval, op zich heeft het ook wel iets, hè? Weet je, je moet ook zo denken. 5 jaar geleden hadden we helemaal niks op ons gezicht. Ja, nu heb je iets, mag je wel even trots op zijn. Ja, dat is waar. Oké, ik wilde eigenlijk zeggen Colin, kom erin, maar ik ga nog even eentje dieper. En dan, dieper. Dan weet ik zeker dat ik het gewoon echt goed heb gefixt. Vrijdag de 17e is een ongeluksdag in Italië. Vrijdag de 17e? Ja. Wat de fuck? Driemaal raden wat het deze maand gaat worden. Vrijdag de 17e. Inderdaad. Kijk, volgende week vrijdag is vrijdag de 17e. Dat is een ongeluksdag in Italië. Oh shit, mijn poison is uitgewerkt. Snel innemen. Hoppakee. Oké, ik heb nog één poison en die is dus voor jou bedoeld. Ja, oké. Wow, wat kon ik daar zien? Wow, ik zie daar gewoon... Wow, dit is gewoon de grond hier beneden. Zag je dat? Zie je dat? Die bug? Dat is gewoon de grond. Holy shit, ik ben gewoon bijna helemaal in de bodem van de freaking nether. Voor jou, ja? Het komt door jou. Gewoon serieus door jou. Oké, maar als we dit hebben gefixt, ben ik wel echt de held van de dag, denk ik, hè? Pubers slapen in het weekend meer dan op doordeweekse dagen. De wat was? Pubers. Die slapen in het weekend meer dan op doordeweekse dagen. Oh, ja, dan heb je ook tijd om te slapen. Dat is niet zo heel gek. Oké. Ik zie ook fucking feiten. Fucking feiten? Gaat dat dan, zijn dat dan feiten over seks, of...? Ik heb geen idee. Oké. Gaat dit weg? Ja, dit gaat weg. Oké, hier nog even wat. Zo. Zo. Dit kan weg. Oké, als het goed is... heel even een momentje. Oké, kom, wacht heel even. Ik moet even omhoog. Oh, dit moet nog even weg. Zo. Zo. Oh, dit is lijkt wel tiener tweets, jongen. Dit zijn geen feiten. Nee. Oké, kom erin. Oh, wacht even. Even dit dichten. Oké, ik hoop zo erg dat het nu is gelukt. Oké, ik hoop het ook. Oké, wacht even, kom er eens in. Oh! Gast, waar ben je? Ik zit daar vast. Oh, je zit hier. Beweeg jij ofzo? Deze is boven mij gebouwd. Ja, jij beweegt. Ik weet al waar je ziet. Oh, gast! Gast! Ja, kom hier eruit! Kom hier eruit! Oh nee! Shit! Kom eruit! Oké, ik ben in ieder geval daar. Oké, holy shit. Oké, holy shit. Oké, dat was episch. Zag je hoeveel hartjes je nog had? Je hebt best wel goed armor, dus volgens mij heb je best wel wat hartjes hoor. Ja, ik heb trouwens iets anders gevonden. Rare wetten in Amerika. Oh, gast, ik ben echt jouw lifesaver. Rare. Ja, ik vind dit interessant worden. Oké, cool. Okay, wat kom erin, kom in de server. Okay, ik kom in de server. Ja! Neem deze! Op de grond! Neem hem in! Snel! Om! Woe! Oh! Dit is gewoon gelukt! Dit is niet normaal! Dit is niet normaal! Weet je hoeveel moeite? Oh shit! Nu maakt het niet meer uit. Ah, mijn been slaapt er helemaal van. Holy shit. Slaapt die? Oh man. Oké, we gaan naar boven. Ik wil hier weg, jongen. Ik wil echt weg hier. Oh, gast. Oh, man. Jij haatte de nether, maar ik haat de nether nu nog meer. Oh. Want? Oh, ja, weet je hoe lang ik hiermee bezig was? Potverdomme. Dat was wel leuk. Het was prachtig, jongen. Kijk dan wat ik heb gemaakt allemaal. Moet jij? Ik weet waar je zit, hoor. Ja. Oké, kom, we gaan hier snel weg, man. Ik wil hier nooit meer heen. Echt waar. Ik moet nog wel even level 30 worden.
Maar ik ben level 31. Ik ben level 24. Ja, daarom wilde ik jou redden. Zo, het geluid staat echt knijtershard van Minecraft. Wil je die even killen voor mij? Even kijken, music en sound. Oh ja, hij staat gewoon op 100%. This is the sound of music. Anyways, we gaan de allereerste reactie in beeld laten komen. En die is van Selena Daman. Een mop die ik zelf heb bedacht. Vraagt D aan Enzo, wat heb jij gegeten? Zegt Enzo, oh, ik heb Chinees gegeten. Opeens komt Davy de kamer binnen. Hey, waar is Colin? Ik vind hem serieus echt leuk gewoon. Ik vind hem echt superleuk. Waarom ben ik altijd het slachtoffer in dit soort dingen? Oh, jij moet slachtoffershulp gaan bellen. Ja, even het nummer zoeken hoor. 0900. Nee. Oké, kom, we gaan gewoon even ergens heen. Om... in de laag te springen. Of zombie pikmens te zoeken of gewoon wat nerds. Hier staat eentje. Ja, maar dat is maar eentje. We hebben echt weer zo'n heel leger nodig. Kijk hier zo. Hallo. Hoppakee. Wow, en daarachter zit allemaal vuur en zo. Heel spannend allemaal. Hey, je moet ze niet in het lava slaan. En je moet ook niet mijn XP pakken. Ja, staat er hem toe. Wat is dit nou dan? Oh, dat XP-stukje brandde weg. Ik heb er nog eentje, dat is een raadsel. Wat is groen en brooft een bank? Kermit de boef. Kermit de kikker. Ja. Nee, een oude schurk. Wauw, ja, die was best wel slecht, hè? Trouwens, die een kasteel houden. En van wie is die eigenlijk? Die is van Martijn Kluin. Pateeuw! Yeah. En dan hebben we nog een raadsel. Waarom draagt een non nooit een BH? En neem dit niet te serieus, trouwens. Volgens mij hebben we die al een keer gehad. God lost dat alles. Ja, oh, hebben we die al een keer gehad, serieus? Of heb jij hem een keer verteld terwijl we aan het kijken? Ja, ik heb die volgens mij een keer aan jou verteld. Van, hey, die is leuk, die moeten we echt even in de survival doen. Ja, dat verklaart wel waarom ik dit wacht, holy shit. Vet veel XP. Ja, ik dacht, waarom ga je nou omhoog? Ja, ik wilde naar dat kasteel toe, maar toen in één keer zag ik al dit XP hier. Ja, ik ga even allemaal nethers pakken, dat ik ook een bok heb. Hé, als we nu in de lava vallen, dan hebben we geen fire resistance meer, hè, dat je het weet. Oh. Ja, want die zijn nu op. 4 minuten. Hoppakee. Oh, dan moet je binnen nu een 4 minuten erin vallen of gewoon niet, oké? Dus maak je keuze. Oké, nu gaan we hier helemaal naar boven. Oh, ik heb nog 2 minuten. Maar die is van, even kijken, Cow Gaming. Woe, goed gedaan. Hoppakee. En dit is een heel erg droog raadsel. Wat is geel en als het in je ogen komt, dan ben je dood? Een trein. Nee, een NS-trein. Wow. Want niet alle treinen zijn geel. Hij moet het weer even perfect hebben. Want een internationale trein is heel vaak grijs met rood. Die bijvoorbeeld van Duitsland. Nee, ik ga je gewoon geen reactie geven. Oké, en die is van Jordi Hofman. Shoutout naar jou, jongen. En dan heb ik nog een reactie in, dat is ook weer een raadsel. Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? Te lang onder zit? Ja, deze is best lastig hoor, maar op zich ook best logisch. Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? Ik heb geen idee. Een lotus? Nee, een waterlelie. Oh. Oké, hij is wel leuk. Ja, hij is leuk. Oh, huh? Oh, woehoe! Into fire! Woehoe! Oké, ik ben... Welk level ben ik? Ik zie het niet goed. Oh, level 26. Yeah, kom in de buurt, man, homie. Ik ben er trouwens achter dat ik echt heel erg pijn naar mijn ogen krijg van een schuurlamp. Serieus? Oh, en we zijn nog maar op 20 minuten, jongen. Dus we gaan nog even. We gaan er sowieso voor zorgen dat we weer in de normale wereld komen. Maar laten we voor nu even hier zo in het kasteel gaan. Kijken of we nog wat episch tegen kunnen komen. We gaan gewoon hier naar beneden. Huh? Normaal gesproken hier beneden is wel een soort van doorgang. Maar dit is gewoon niks meer. Oké, dat is vreemd. Hier beneden is gewoon niks meer. Dit is gewoon het laatste van het kasteel blijkbaar. Hier dan? Ja, hier is gewoon een trap. Oh, hier is gewoon... Oh, laten we hierin gaan. Oh, hier is ook een trap naar beneden. Hier is eentje naar boven. Ik ga even naar beneden kijken. Ik ga even naar boven kijken. We komen elkaar vanzelf. Helemaal niks. Oh, ja. Hier heb ik... Oh, ik zie een... Oh, ja! We kunnen wel Wither Skeleton Skill halen.
proberen in ieder geval. Ja, proberen inderdaad. Oh, oh, snel, snel attack, snel fire attack, hoppakee. Oh ja, hier is het kasteel een beetje. Oh shit. Oh shit, oh, hij blokte mooi alles. Oh, dit is perfect. Hoppakee, als een baas. Oh, wow, 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 er zit gewoon eentje naast mij. Oké, okay, dat was echt super random. Dit gaat lekker, mensen. Bijna level 30. En dan moeten we nog een beetje het geluk hebben dat we die... respiration. Nee, respiration hebben. Die heb jij nodig. Op de level 30 enchantment. Ja, ik eigenlijk zoveel mogelijk, mensen. Zodat we gewoon lekker goed onder water kunnen bouwen. Ja, en die water breathing, hè. Ik weet niet of dat samen werkt, dubbel op. Ja, wel, kan, kan, kan. Ja, maar als je dat met z'n tweeën doet, dan kan je nog langer onder water, of werkt dat niet zo? Dat is een hele goeie. Ja. Dat is één manier om erachter te komen. Inderdaad, als we het gaan uittesten. Ik denk dat, ja, eigenlijk zijn heel veel dingen ooit uitgevonden om het gewoon uit te testen. Ja. Wow, ik hoorde een blaze. Blaze. Blaze 420. Oh yeah, dit loopt helemaal verder door, gast. Dit loopt echt ver dit door. Best wel ziek ver door. Wow, dit is echt ontiegelijk groot hier. Ja, ik ben wat beneden nog meer verder gegaan. Ja, ik ben juist wat meer naar boven gegaan. Holy shit, dit is echt groot. Oh, ik zie hier het een en ander voor leuks. Hoppakee. Oh, hier kan ik weer naar beneden. Ik hoor de hele tijd blazes dingen afvuren. Op jou of zo? Het is niet bij mij. Nee, het is niet bij mij. Het moet dan bij jou zijn. Oh, ik zie hier nu wel blazewats. Maar die hadden nog niet gevuurd hiervoor. Juist, deze ga ik ook gewoon meenemen, hoor. Als jij dat tegenkomt, wil je dat dan ook meenemen? Dat glowstone? Sure. Dat is wel echt super handig. Oh yeah. Even kijken, heb ik hier fortune op? Nee, jammer. Je hebt er toch eentje? Oh ja, ik heb wel eentje met fortune. Is wel een stuk. Ik was benieuwd of je dan ook meer glowstone kreeg. Of dat het gewoon niet werkt daarop. Oh, wat is hier, wat is hier, wat is hier? Oh, shit, son, helemaal niks. Woe! Daar doen we oh, het voor. Oh, kom ik iets tegen? Ja. Oh my god, ik heb een wither skull teruggevonden. Oh, ik dacht een skull, heel even, dat je dat zou gaan zeggen. Dat zou pas echt groot nieuws zijn, Colin. Oh nee, hij springt in de lava. Oh. Kan hij er tegen? Oh, ik zie hier eentje. En ik daar kan ook nog wat leuk zitten. Fight me, 1v1 me. En hier allemaal XP. Oké, okay, yeah. Ik denk dat als we elkaar weer zien dat ik level 30 ben. Heb ik wat? Nee, ik heb kool en ik heb een bone. Komt u maar. Holy shit, holy shit. En boom! Oh, wat is dat? Ah, oh, shit, jongen. Je wordt zo getrikt, hè. Dat hebben ze gewoon expres gedaan door dat kool wat ze droppen. Echt waar, jongen. dan denk je gewoon dat het een wither skeleton skull. Dat is gewoon zo'n stom ding. Ja, je kan jou ook uit de lucht schieten, hoor. Oh. Ik heb wat doms gedaan. Wat heb jij voor doms gedaan? Ik heb een blokje helemaal verkeerd neergezet en daardoor is lava nu hoog komen te staan. Handig. Handig. Hallo. Zo. Kom allemaal maar hierheen. Gratis XP. Komt u maar. Komt u maar. Hoppakee. Hoppakee. Ga ik hier weer omhoog? Ik wil hier graag naar boven. Maar de lava is holding me back. Lava, don't hold me back. Hold back the lava. Oh, wat lava. Is dit? Wow, hier heb je nog een mooi plekje. Hey, hallo. Je kan hier omhoog. Wow, wow. Holy shit, dat heb ik nog nooit gezien. Ik wist niet dat het zo diep was. Oh, twee skeletons. Hallo. Dank je. En wat nog meer? Dit is wel een hele rare, een heel raar kasteel trouwens. Wow, dat is een raar kasteel. En hier beneden is helemaal niks zeker. Dan zou je maar in rug worden geslagen door een zombie Pikmin. Ja, dat is echt super lullig. Oh, net nu ik het erover heb, hoor ik ze. Oh, ik moet hierheen gaan. Laten we straks zo even meeten. Ja, oh, de Enzo en de knolijn meeting. De meet and greet. Ik ga gewoon hier naar boven. Kijken waar ik terecht kom. Wow, ik hoor zombies. Oh, lava. Snel daarheen. Au, 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 au. Oké, okay, ik heb het gehad. Ik heb het gehad. No worries, no worries. Oh, hey, hallo. Yahoo. Kijk, fuck dat kasteel. Daar vinden we niks. Dan moet het maar weer. Ik zit nog steeds in het kasteel.
Hoppakee. Prachtig weer, ja. Ah, dit voelt zo goed. Yeah. Ah, je raakt zo makkelijk verdwaald in dit zoiets, hè? Yep. Ja, de Nether is zo... Hoe groot is de Nether? Is dat eigenlijk ook oneindig, net zoals de normale wereld? Ik weet niet, komt er eigenlijk nooit een einde aan? Nee, want in de normale wereld heb je geen eind. Is er iemand die het ooit getest heeft in Minecraft? Of het niet gewoon, een, zeg maar net als de aarde, gewoon rond is? Dat je op een gegeven moment weer bij hetzelfde uitkomt? Zou iemand dat getest hebben, denk je? Ik weet niet, het zou het kunnen. Ja, of kon je nog wel een rondje lopen, maar was je daar gewoon letterlijk 3 jaar mee bezig of zo? Dus heeft iemand gewoon kauwgom onder een toets gedaan en die laat het poppetje gewoon lopen? Of een gewichtje erop. Zelfs een gewichtje erop kan ook. Maar zelfs dan red je het niet, want je hebt natuurlijk ook bomen en zo waar je langs moet. Nou, als je vliegt, zeg maar. Nou ah ja, als je vliegt kan het wel. Oké, dit kasteel is gewoon echt ronduit kut. Yep, dat is best wel een kut kasteel, ja. Oh, ik ben al level 31 in één keer. Het kutsteel. In één keer gaat het zo hard. Dus als we willen, want op de weg terug worden we nog wel level 33, dus kunnen we 2 keer proberen te enchanten. Jij bent nu ook wel level 33, denk ik. 32,5. Oh, 32,5. Oké, cool. Dan heb ik je gewoon bijna ingehaald, joh. Holy shit! Oh, hier staat een hele grote magma cube. Ja, wel, hier is een wither skeleton. Hebben wij de skill? Hebben wij de skill? Nee, weer niet. Geweldig. Heel even een prullenbakje maken. Dit kan weg. En dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. Hoppakee. De rest hou ik wel. Oh my god. Wat is er, wat is er? Gast, ben je in lava gevallen? Nee, nee, nee. Mijn Minecraft is gecrashed. Oh, gast, ik schrok me dood. Oh, ik had het wel goed ingeschat. Eigenlijk had ik het wel moeten zeggen. Ja, ik had hem getript, jongen, echt waar. Ja, wat had je dan gedaan? Ja, ik had je niet meer ik was je niet meer gaan redden. Daar ben je helemaal niks van. Dan had ik echt gedacht van, ja, gast, nu heb je het echt gewoon zelf verpest, hoor. Je kan een foutje maken, maar 2 keer, dat is toch echt gewoon eigen schuld, dikke beeld. Een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Nee, precies. Precies dat. Heel mooi. Thanks. Wow, gast, is dit het kasteel waar we net zijn geweest? Het lijkt er niet op. Holy shit. Dit is wel echt ziek groot en een ziek grote vrije val. Oké, ik kom wel even naar jou toe. Welke coördinaten ben jij? Ik ga nu ergens boven staan. Oh, hier ben je. Kijk, ik ben nu op min 65, 147. Wow, min 65. Oké, dan moet ik alleen maar die kant op. Kan ik hierheen? Kan ik hierheen? Ja, ik kan hierheen. Oh, wat is dit tricky wat ik doe. Oh, wat is dit tricky. Oh, mensen, wat een lef heb ik, wat een lef. Niet zo stoer. Oké, min 165. Nee, min 65. Oh ja, min 65. Oh, nog verder die kant op. Holy shit. En wat is jouw Griekse ei? Mijn Griekse ei is 73. Oké, dan ga ik dus echt best wel verkeerd. Ik ga gewoon zo. Ik ga het gewoon zo doen. Ik denk dat dit wel de snelste manier is alsnog. We zitten bijna op dag 1500 in Minecraft. Wow, echt? Waar kan je dat zien? Als je F3 doet, staat er local difficulty. Onderaan. Daar kan je het zien. Local... Oh ja, gast. Holy shit. Oh, wat een milestone. Zonder dat het is 5 jaar, hè, bijna. Ongeveer. Het is 5 jaar in Minecraft. Ja, zoiets. 365 gedeeld door dat. Holy shit. Oké, dit was echt zo fucking om. Oh mijn god, dit was zo dom van mij. Weet je wat? Weet je wat we gaan doen? Ik heb iets beters. Ik heb serieus iets beters. Dit is de beste oplossing. Ik heb hier de coördinaten, heb ik ooit opgeschreven. Ja, echt super slim van me. En dat zijn de coördinaten van de Nether Portal. En dan kunnen wij weer terug naar de normale wereld. En die coördinaten is... ik zal hem even typen in de chat. X0, Griekse I 85 en Z16. Nou, als we daar gewoon heen gaan... Dat is waar de Nether Portal staat. Ja, dat is waar de Nether Portal staat. Au, dat was echt super dom. Oh shit. Oh, ik heb ook bijna geen eten meer, gast. Gast, ik heb nog maar 4 broodjes. Ik heb er nog 19. Oh my god. Ik ben wel level 33. Hey, good for you, man. Oh, wacht, ik ga die glowstone nog even mee jatten.
Jatten of wel? Nee, jatten. Hopelijk ziet de boze nieuwe eindbaas het in de Nether niet. Ja, komt er een nieuwe? Ja, nee, 1.9 hoop ik. Ik hoop dat ze echt hele leuke verrassingen hebben. Dat ze gewoon eindelijk echt ziek veel updates hebben gedaan. Nice. Allemaal eindbaas en zo. Dat zou echt heel meesterlijk vet zijn. Ik hoop het. Fingers crossed, hè, zegt ze dan. Fingers crossed. Even kijken. Hé, hey, weet je wat een leuk spelletje is? Nou. Steen, papier, schaar op afstand. Hoe wil je dat doen? Nou, dan zeg ik 1, 2 en dan steen, papier, schaar. En dan kijken wie het eerst 5 punten heeft. Ja, ik heb daar nu geen tijd voor. Ik moet blokken. Nou, laten we dat zo doen. Ik vind steen, papier, schaar echt zo leuk. Het is zo'n simpel spelletje, maar het is best wel verslaafd eigenlijk. Ja, serieus. Mijn naam is Knol. Ik ben verslaafd aan steen, papier, schaar. Hoor je gewoon al hoe dom dat klinkt. Ja, dat klinkt super dom. Heb je daar ook competitie in, net zoals dat Monopoly? Ja man, dan ben je 3 handen. Je wint de waarde van een hand. Nou, wees je dat Ronaldo zijn per been heeft hij een verzekering erop staan van volgens mij iets van 90 of 100 miljoen per been of zo. Ja, maar dat snap ik ook wel. Dus net als dat jij jou, stel je wordt echt wereldberoemd, ja. Dan zou je camera zou verzekeren voor weet ik veel hoeveel miljoen. Mijn camera? Ja. Hoezo als je geen camera? Want als je geen camera hebt, kun je niet meer je ding doen. Nee, maar dan ga je toch niet je camera verzekeren, maar je hand. Stel voor als je hand eraf gaat. Oeh, dat is inderdaad wel beter. Ja, ja. Een camera beter, kan je volgens mij ook niet verzekeren voor zoveel. Een camera heeft gewoon een verzekering en dan verzeker je hem gewoon. Ben je daar verzekerd van? Daar ben ik wel zelfverzekerd van, ja. Oké, zoek naar 16. Let's go. Oh, ik ga deze aanvallen. Dat wordt leuk. XP. Hey, een gloeisteen. Holy shit. Zelfs het sterkste wapen in Minecraft krijg je gewoon een zombie Pikmin niet in één keer plat. Ja, of ze zijn heel sterk. Ja, maar dat is toch raar. Het sterkste wapen staat gewoon eigenlijk één klap en dan... Demacia, doom, dood. Dat effect een beetje. Dat ligt wat aan mij. Oké, ik ga in ieder geval de goede kant op. Oh my god. Oké, ik ga iets hoger zodat die zombie Pikmin niet bij mij kunnen komen. Level 35, dames en heren. Ik kan straks gewoon 3 keer enchanten. En daar moet wel zo'n respiration bij zitten. Dat moet. Ik ben 32. Gewoon. Level 32, hè? Ja, level 32. 32. Oh, oké, niet in het echte leven. Oh, dit is die ene hele grote muur. Echte liepie. Maar ik ga gewoon door de muur heen. Net zoals Game of Thrones, een hele grote wand. Dat is dit ook. Wand? Nee, mand is echt een beetje oud, hè? Ik hoor het nog ja, meer. Het is een beetje uit. Ja. Daarom staat er ook first in beeld. Hey. Oké, even kijken. 16. Oké, cool. Let's go. Oh, nice. Het duurt niet heel lang. Oh, ik zie de portal al. Ik ben er al bijna. En jij ook. Jij ziet hem al. Te komen. Het is gewoon een kwestie van... Oh, lava. Oh, wacht. Ik kan hierheen. Zo. Volgens mij zie ik hem straks ook ergens in de lucht zweven. Hoppakee. Ik ben zo blij dat die blokjes gewoon lekker snel weggaan. Niet dat je er eeuw over doet. Dat scheelt wel echt heel veel. Hier ergens in de lucht. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon mijn render distance ga ik gewoon op 32 zetten. Wow, stoere jongen! Als het goed is, zie ik hem dan straks ergens. Hoop ik. Ik zie hem wel al. Ik moet hem nu ergens zien, mensen. Daarboven geloof ik. Even kijken, wat was het? Griekse ei 85. Ik ga hier in ieder geval naar boven. Hey, experience. 32, best wel veel. Hoppakee. Come on. Yeah, XXL aflevering. We gaan voor die... Bijna. We gaan voor die uur. Oh, eigenlijk hadden we een race van moeten maken. Ben jij er het snelst? Ik ben er. Oh, jij bent er. Ja, we kunnen wel die race nog doen. 50 euro. Oh yeah. Ja, we kunnen ook wel race doen wie het hoogste level heeft gehaald. Oh, lachen hoor. Lachen. We kunnen ook race doen wie het meest Chinees is van ons allemaal. Vind je het team niet zo leuk hoor? Nee, moet ik op je wachten? Nee, hoeft niet. Je kan alvast wel gaan. Nee, ik ben zo netjes. Ik wacht man. Oh ja, en dan heb ik straks nog een reactie. Dat is de allerlaatste. En die heeft te maken... met... appelsap. De enchantment table. Oh, ik zie hem ook. Oh, yeah. Kijk of ik jou nog zie.
Oh ja, yeah. En ik heb gewoon geen eten meer, hè? Ja, ik zie jou. Ik bedoel, ik zie de netherportal. Ik hak nog heel even snel iets weg. Ik hak dit nog even weg. Ik wil even die level 37 aantikken, maar dat is niet zo moeilijk. 1, 2, ja. Tik hem aan. Oh yeah, ik heb hem aangetikt. Nou, haal ik dit ook nog even weg, omdat het er zo bij ligt van hak mij weg, raap me op. Ik ben gratis, neem me mee. Nether quartz. Bestaan nether quartz ook in het echt? Nee, in het echt heb je geen nether en zo. Nee, maar ik bedoel gewoon quartz. Quartz bestaat wel, ja. Quartjes. Nee, quartz bestaat wel. Quartz bestaat wel echt? Ja. Oké, okay, awesome. Ik ga het ook even opzoeken nu. Nether quartz, begrijp je. Ik ben dan gewoon benieuwd hoe het in het echt uitziet, weet je. Ja, volgens mij is het ook weer. Quartz zand. Quartz zand, oké. Even kijken. Oh. Daar trap ik niet in. Hoppakee. Oké, daar gaan we. Zie je mij nu wel? Het moet wel. Waar kom je vandaan? Oh, daar. Yeah. Je kan je vastmaken aan mijn mooie bouwwerk. Dat was je plan ook, hè? Ja, dat was mijn plan, zeker weten. Oeh, bijna, bijna. Nice. Oh yeah. Pam, 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 pam. Wie dicht thuis is? 360. Oh. Oh! Oh my god, gast! Oh, wie het is thuis is! Oh, ik heb gewonnen! Oh, gast! Holy shit! Holy shit! Ben je wel nog thuis? Ja, ik ben wel thuis! Ik heb gewonnen! Zo, dat was een risico! Ja, maar jij zoomde ook echt precies op dat ene blokje nog. Oh my god, dat was echt zieke geluk gewoon! Oh, wow. Wow, dat was echt zo spannend! Hier staan je twee creepers in de renbaan. Oké, ik ga meteen... Waar? In de renbaan? Ja. Maar die moeten wel even goed dood. Ik ga meteen even alles omtoveren tot nether quartz. Zo, dan neemt het niet zo heel veel ruimte in beslag. Want ik heb eventjes gekeken en die chest die zit aardig vol van de nether spullen. Even kijken wat we er allemaal bij kunnen flikkeren. Dit. Even een beetje de belangrijke dingen. Dit. Ja, en dit kan ik allemaal wel weggooien. Dat is niet zo heel boeiend. Zo, doe ik gewoon even in de troep chest. Hopsakee. Oké, cool. Dan gaan we nu enchanten, man. Ik heb als het goed is nog aardig wat helmen hier in de gereedschap. In de armor. Deze zijn allemaal geenchant. Deze geenchant. Oh, ik moet een nieuwe helm maken. De hele chest zit gewoon helemaal vol. Yep. Oké, we moeten even nieuwe diamonds hebben. Diamonds. Zie je diamonds? Shining bright op elkaar. Wow, als dit de enige diamonds zijn, zijn we best wel fucked up. Ja, dat zijn de enige diamonds. Oh my god. Nee, toch? Yep, ik heb hier... Ga eens naar dat onderwater ding van Mark. Weet je dat daar ligt? Ja, liggen daar bloks? Ja, dan ben ik bijna wel zeker. Nee, geen bloks volgens mij. Holy shit. Ik dacht heel even, wat is dat? Maar ik heb die texture pack nog niet aan, dus ik heb gewoon een groene creeper. Ja, poem. Oké, kom op. Hier. Oh ja, hier liggen wel... Ja, 9 blokken diamonds. Ik wou net zeggen. Hallo. Auw. Ik kan hier enchanten, maar wanneer? Ja, weet je wat de reactie is? Nou. Ik ben bijna boven. Leuk dat je het zegt hoor, Zo. Oké, de reactie ga ik heel even, wordt heel even zwart scherm. Ik moet hem heel even erbij pakken op mijn tweede scherm. Oké. Oh, gaat Minecraft even vastlopen? Maakt niet uit. De reactie komt in beeld, die is van Yuri Sully. Verplaats het enchanting kamer naar het onderwaterhuis. Oeh. Ja, yeah. Dat is een leuke, hè? Oh, je hebt Silk Touch. Dus, yes. Ga ik hem... Ja, er zijn 3 pickaxes met Silk Touch erop. Maar dan gaan die boekenplanken niet kapot. Jawel, die gaan dan mee, toch? Ja, maar die gaan dan niet aan elkaar. Als je hem niet kapot slaat, dan komen allemaal boeken en zo. Ja, nee, klopt. Dus ik ga het meteen weghalen. Dit is nog een Silk Touch, dus als je mij mee wilt helpen, want op zich duurt het best wel lang. Moet je even in de chest, in het huis, en dan de gereedschapkist. Ja. Daar zul je het vinden. Zoek en jij zal vinden. Dit is zo nice. Ik heb trouwens, het is nu 11:50. En ik heb straks ook gewoon een afspraak om 1 uur bij Milan. En ik moet nog de vlog bewerken. Dus ja. Maar fuck ja, it. We dus willen gewoon... Het is best wel stoere jongen. Ja, we moeten gewoon die XL aflevering hebben van een uur.
Het is gewoon leuk. En dan komen we ook eindelijk een beetje ver. Dat we niet 3 afleveringen hebben in de Nether. En dat we dan heel erg lang levels over moeten worden. Nu hebben we het gewoon in 1 aflevering. Eigenlijk in 2 afleveringen hebben we het gewoon gefixt. Dus dat is een hele prestatie. Woe, feestje. Yeah. Bij jou thuis? Iedereen uitgenodigd? Mag ik je adres zeggen? Zeg maar. Nee, ik weet... Je weet het niet eens. Nee, ik weet het al niet. Maar ik heb serieus een speciaal mapje op mijn computer staan. Er staan alle adressen in. Van Colin, Ward, jou, D. Maar dat weet ik natuurlijk uit mijn hoofd. Mijn adres, Milans adres. En dat komt omdat als ik ooit nog een keer... bijvoorbeeld binnenkort komen er nieuwe items in de Knolpower webshop. Zoals de grote muismat, de mokken, sleutelhanger, beertje... En de iPhone en de Samsung Galaxy hoesjes. En dan kan ik die meteen naar jullie sturen zonder dat ik weer moet vragen... Wat is hier niet aan het rest? Dan heb ik gewoon alles al, snap je? Ja, en dan maken we het open en zeggen ze... We hebben allemaal een cadeautje gekregen. Ja, super awesome, toch? Dus open ik altijd allemaal brieven. Oké, daar gaan we. Dat is een Japanse schoolmeisje. Oh shit, heb jij hout? Heb je hout? We hebben hier een crafting table nodig en dat staat hier nergens. Oké, ga ik een pintje halen. Oké, we hebben hier dus al een enchantment table. Alleen nu moeten we nog die boeken zo neerzetten. Oh, holy shit, dat kan gewoon. Dat het gewoon werkt. Dit ziet er zo fucked up uit. Ik heb lapis lazuli nodig. Dat heb ik als het goed is ook hier. Heb je dat? Ja, ik heb lapis lazuli. Oké. Genoeg, jongen, genoeg. Wacht, weet je wat? We halen gewoon alles. Zo, hoppakee. Ja, dit wordt wat. We kunnen nu maar tot level 5. Oh, gast. Oké, dit gaat dus niet werken. Dit moeten we even anders doen. Maar dat is geen probleem. Daar verzinnen we natuurlijk wat op. We verzinnen altijd een oplossing, dames en heren. Zo, daar ben ik weer. Cool, ik had ze zo neergezet. Zo met die lava, dat het niet erin valt. Ja, ik zie het. Ik heb ze zo staan, maar dat werkte dus niet helemaal. Dus we moeten die enchantment table kunnen we niet in de muur zetten. Die moeten wel uit, zeg maar. Heb jij al een idee hoe dat het best kunnen doen? Ik denk gewoon boven het lava dat we die moeten neerzetten, enchantment table. Snap je dan wat ik bedoel? Zij moet het er echt wel omheen. Ja, ik denk dat we deze... Gast. Kijk, ik denk dat we deze hier moeten zetten. En dat we deze even weg moeten halen. En deze ook. En deze en deze. En dat we dan daar de boeken zo moeten zetten. Deze ook weghalen. Kijk, ja. Dan kunnen we deze net zo goed vervangen door gewoon, weet ik veel, zo'n boekding. Hartstikke leuk. En dan nu gewoon zo. En dan... Maar ik zie niet echt dat hij daar dingen uithaalt, zeg maar. Even kijken, level 5. Dus dan moeten we nu hier zo, dit helpt toch? Zo. Ja, dat helpt. Dus nu moeten we, laten we dit zo doen, dat ziet er wel cool uit. En dan gewoon dit verder doen, zo. En werkt deze daarboven ook? Ik heb geen idee. Ziet er gewoon cool uit. Even kijken tot welk level we nu kunnen. Oh, 24! Woe! Almost there. Even kijken als ik dit hierboven doe. Kijken of dat werkt. Oh, doe ik meteen. Oh nee. Oh mijn god. Nou, even kijken of het werkt. Ah, nee, het werkt niet. Level 24. Hoeveel boekenkasten heb jij komt, nog? Het komt hierdoor. Dat daar is? Ja. Hoezo? Hij is, nou, hij is nog steeds 24. Ja, maar het zit zeg maar er tegen, dus het heeft volgens mij geen zin. Nee, dat heeft inderdaad geen zin. Want hij is nu nog steeds... hij is level 26 nu, what the fuck? Ah, hij is level 26, omdat we het hierin moeten zetten inderdaad. Lol, als het goed is, is hij nu level... Huh? Level 7? Nee, level 30, level 30. Laten we deze nog weghalen. Heb jij nog 2 boekenkasten? Dan zetten we die ook daaronder. Wacht. We zetten dit hier. Kijk, dat ziet er wel cool uit. En dan hier nog 1 boekenkast. Oh yeah. Wow. Dat is wel episch. Oké, en op welk level kun je nu? Nice. En dan als we het helemaal episch maken... Oh lol, ik heb een diamond helm en ik kan aqua affinity. Oh. Ja, maar dat is het dus niet. Oké. Okay. Wat is het dan wel? Respiration. Oké. Okay. Kijk, okay. Dit ziet er toch wel episch uit hoor. Oh, waarom is dit nou weg? Oh ja, dat moet. Oké, daar gaan we, dames en heren. Daar gaan we! Ja! Ja! RIP headphone users! Is het echt gewoon echt gelukt? Gast, Protection 4, Unbreaking 3, Respiration 3. Gast, bij de allereerste. Dus het gaat echt
En ik had al een helm Respiration 1, maar nu gewoon Respiration 3. Meteen het allerbeste en dan ook nog eens Protection 4. Mag ik dan 1? Ja, jij mag 1. En dan kan je misschien met die 1 Water Breathing doen. Want met wat ik nu heb, die Respiration 3, kan je echt... Gast! Het brandt hier! Gast! Gast, de brandt een boekenkast af, omdat daar lava zit. Lava. Wacht, we gaan het anders doen. We zetten gewoon dat eronder. Of een glowstone. Ja, of een glowstone, dat kan ook. Zo. Holy shit, het brandt er gewoon af. Heb je nog een boekenkast? Ja, ik heb een boekenkast. Oké, gelukkig. Dan kan je die daar plaatsen. Oh, mensen, dit is het allemaal. Worth it, worth it. Skull, you're worth it. Respiration 3. Oh my god. Ik zit vast. Moet je even helemaal naar de bodem gaan. Juist, mensen. Dit is awesome. Dit is echt awesome. Ik ga die blokken weer mee naar boven nemen voor boven. Ja, ik kan nog wel iets enchanten voor je, maar ik weet niet of dat moet. Moet ik anders proberen? Ja, ik moet nog een keer enchanten. Want ik moet proberen om niet alleen dit te fixen. Wacht, heb jij hout meegenomen? Ja, toch? Ja. Oké, kan je het crafting table maken? Het is namelijk zo dat niet alleen ik die Respiration 3 nodig heb. Dus we moeten ook aan de medemens denken. En dat wordt Sam. Of misschien Colin Respiration 3. Of Milan of Don. Kan je een... Juist. Waar gaan we nu neerzetten? Gewoon hiernaast, hier zo. Oh, daarboven, dat kan ook. Oké, nice. Daar kom ik. Hoppakee. Ja, dit is hem niet. Ik kan nog één keer level 30 doen. Ik wil level 32, hè? Oké, ik ga hem nog één keer doen en dan doe jij hem daarna maar. Oké? Oké. Oké, daar komt hij. Gewoon niet nadenken, gewoon meteen doen. Protection 3. Dit is hem niet geworden. Oké, ik heb lapis. Ik heb hier lapis, alsjeblieft. Oké, zet hem op, jongen. Zet hem op! Fire Protection 3, Aqua Affinity 1. Jammer, joh. Oh, Fire Protection 3 is nog best wel een goeie. Maar Aqua Affinity 1, wat kun je met Aqua Affinity? Dat weet ik dus niet precies. Even kijken. Je dat eens googlen? Ik ga het googlen. Even googlen. Ik ben heel erg benieuwd, want Don die had die enchantment vorige keer ook al, toen wisten we het ook niet precies. Oh my god, ben ik weer helemaal beneden. Wow, dit werkt wel. En op. Wow, het kwam bijna op mezelf. Oh, dan kun je sneller blokken breken in het water. Oh mijn god, ik ben zo dom. Oh, serieus? Ja. Oh, lol. Dat is op zich best handig. Maar als je dus jouw helm en mijn helm zou combineren, dan heb je wel een zieke helm. Zo, inderdaad. Maar kan dat? Zullen we dat eens uittesten? Ja, maar kan het wel met de dingen. Bam. Met de anvil. Bam. Oké, laten we hem kieken. Wow, dat is niet de bedoeling. Yo, thanks voor je Death Strider, hè? Oh, sorry. Fuck jou. Okay. Nou, hier is de anvil. Laten we eens eventjes kijken. Ik heb die diamonds dan even nodig, want... Je hebt die Aqua Affinity. Ik wil sowieso deze even gaan laten maken. Zo, hoppakee. Ik wil even die Aqua Affinity oppakken. Goed. Ja, en die moet ik dan samen doen met deze helm. Kan dat? Even kijken. Ja, gast, dat kan. Hoeveel diamonds? Ja, niet diamonds. Gewoon die twee helmen bij elkaar moet je doen, hè? Ja. Dus dat kost 7 levels. En dan heb ik... dan heb ik gewoon alles. Met gewoon... alleen de fire protection gaat weg. Maar fuck it. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb nu gewoon protection 4, unbreaking 3, respiration 3 en aqua infinity 1. Is aqua infinity 1 het hoogst? Wil je daarvoor eens kijken? Ja, dat is het hoogste. Je kan niet hoger nemen. Oh, gast, dat is zo sick. Oh ja, ziek. Oh, waar heb ik dat? Nu moet ik alleen nog even wat weed hier fixen. Ja, ik ben echt maar een half level van level 30 verwijderd. Oh, haal dan even iets uit de ovens. Of flikker iets in of zo. Doe iets met je leven. Kijk, kill deze spin wel even. Oké, cool. Cool. Nou, dat helpt echt bijna niks. Jullie schapen moeten het even met elkaar doen, want dan kan ik jullie killen en dan heb ik weer vlees, want we hebben bijna geen vlees meer. Hey, zo, weer XP. Zo kan je... Oh ja, en weer XP. Zo kan je echt verschrikkelijk veel schapen hebben en zo in één keer niet. Haast niks. Haast? Komt er maar. Haast niks. André Haases. Oké, wie kan ik killen? Nou, ik kan gewoon heel veel killen. Hoppakee. Echt alle ovens zijn leeg. Hoe kan dit? Oh. Ik ben echt... Echt gewoon één XP heb ik zo nodig of zo.
Kom dan even een kip killen of nee, kill deze creeper. Ah, dat kan ook. Hey, een ei. Eén ei en dan komt de kip uit. Hey, we zijn level 30. Nice. Maar wat gaan we nu in Sante? Even kijken, ik heb een nieuw body nodig. En gewoon een helm. Nee, gewoon een helm. Weer een helm. Weer helmes. Nee, serieus. Ik zou weer een helm doen. Want we kunnen altijd zo'n helm gebruiken. Altijd. Oké. Ik heb eten voor jou. Maar jij hebt alle diamonds. Even kijken. Hier, alsjeblieft. Ja, ik heb... Oh, gast! Oh, ik heb de schade beperkt. Ik sloeg hem nog heel even weg. Ja, je moet opletten, jongen. Maar heb je de diamonds nog? Ja, ik heb de diamonds nog. Oh, ja, maar ik ben van achter gezakt, hè? Ja, ik weet het, ik zag het. Dat telt niet. Ik ga even alle creeps killen, want dat zijn aardig wat. Hoppakee. Oh ja, ga ik gewoon in de fik door mijn eigen zwaard, dat is handig. Hashtag Minecraft problems. Fuck jou! Yeah! Fire attack! Woehoe! Hoppakee. Wat geeft meer XP? Zombie Pikmin of een zombie? Ik zou het niet durven te zeggen. Volgens mij allebei hetzelfde. Dus we maken inderdaad geen rol. Let's be honest. Let's be real. Oké, cool. Waterglijbaan moeten we ook mee bezig gaan. En het zwembad moeten we nog even afmaken. Oké, ik heb de chest weer gevuld. Cool. Hier... Alleen je hoofd is een beetje... Even kijken... Heb je nu ook hoofdpijn? Hoofdpijn? Ik heb heel veel hoofdpijn. Ik ga heel even kijken of ik nu... wacht. Ik moet even het een en ander droppen. Je moet ook even een helmpje maken. Ik een helmpje maken? Hoezo? Je hebt diamonds. Oh ja, sorry. Oké, ga ik even doen voor je. 1, 2... Ander! Hopsakee. Hier een helmpje voor jou. Dank je. Oké, moet ik dit even allemaal droppen? Dit heb ik allemaal niet nodig, behalve deze. Oké, I'm going in. Ik ga het even proberen. Oké, zet hem op, jongen. Veel succes. Wat hebben we hier eigenlijk op staan? Projectile en... Oké. Niet dat we kunnen gebruiken. Dan ga ik wel even nog een troep chest maken. Ja, dat is echt ongelooflijk. Fuck it, we pakken gewoon alles. Zo. Het is echt erg. Oh, wat doe ik? Hierheen. Oké, ik hoop voor je dat het gaat lukken, ouwe. Oké. Komt u. Projectile Protection 4 en Breaking 3. Jammer. Noep. Zo jammer, Colin. Ik had het je zo gegund. Ja, ik had het jou ook wel een beetje gegund. Wat is dat? Dat was echt heel erg weird. Oké, cool. Laten we even gaan checken, mijn jong. Hier allemaal glas. Top. En de... Oh, dit is gewoon een water bottle. Oh ja, dan kunnen we die potion wel maken. Dan hebben we awkward potion nodig. Die... Ik ga het wel even maken. Water breathing? Yes, water breathing. Ga ik nu even kijken. Ja, dit is waarschijnlijk echt awesome, sick, nice. Hoe lang ik nu onder water kan blijven. En ook nog wil water breathing wil je hebben, toch? Geen night vision? Ja, ook night vision, ja. Nou, dan moet dat dadelijk even mijn lekker op. Ik ga even mijn spullen pakken. Nee. Ja, kijk dan hoe langzaam dat gaat. Holy shit, het gaat echt super langzaam. Kijk dan, ik kan hier gewoon rustig bouwen. Hoppakee, niks aan de hand, middenfikkers. Wat heb ik ook weer nodig? Yeah, dit is zo nice. Hier, ik kan gewoon op de bodem lopen. Gewoon chillen, zo van yo, ik ben SpongeBob, ik kan daar tegen, yo. Ik ben een golem. Oh yeah. Oh ja, die golem is hier ergens, hè? Ja. Ik zie hem alleen. Oh ja, daar. Hey, hallo golem. Lol. Waar zit de pufferfish? Wow, dat onder water weghalen is echt super sick snel. Ja? Ja, serieus. No joke. No joke, hè, Martien. No joke. Hey, ik wil niet veel zeggen, maar heb je ook superveel enchanted books gewoon nog, hè? Ja, klopt. Die kunnen we ook nog gebruiken. Maar zit daar respiration? Ik ben nu aan het kijken. Het zou wel echt ontzettend noob van ons zijn. Als dat erop zit. En wat ik heb onthouden van de vorige aflevering, is wat we nu even gaan doen, is heel simpel. Doe gewoon even dit. Hop! En dan heb ik al mijn water dingen weer erbij. Yo, nu kan ik echt gewoon oneindig hier beneden chillen. En ik ben op zoek. Alles weghalen. Pufferfish. Hoppakee. Oh, mensen. Dit is awesome. Nu moeten we dit voor meerdere mensen zien te fixen.
Dan gaat het nog sneller. Kunnen we met z'n allen hier gewoon onder water bouwen? Oké, ik ga hier even een dak maken. Het dak moet eentje hoger zijn. Zo. En dan nu nog voorstellen dat we ook gewoon een, hoe heet dat? Hoe heet zo'n potion ook weer? Zo'n, dat je in het donker kan zien. Night vision. Yeah. Night vision. Want eerst wilden we niet echt die sponsjes plaatsen, want dat duurde gewoon heel erg lang voordat alles weer terugkwam. Voordat je het kon minen, maar nu gaat het echt zo snel. Huh, hij is wel weg. Wat is weg? What the fuck, die sponsjes wel verdwenen. Oké, dat is raar. Misschien... Oh, wat is dit? Oh, dit is gewoon het huis van Sam. Holy shit. Oh, wow. Gekkigheid. Gekke Gerrit. Gekke gaat. Oh, we zijn gewoon een uur aan het opnemen, Colin. Feestje. Woehoe. Feestje, feestje, feestje. De XL-aflevering als een freaking baas. We did it. We sure did it, homie. Jongen, yeah. Deze paardenracebaan wordt zo ontzettend freaking awesome, jongen. Ik zit te denken van, wat heb ik nou eigenlijk ook weer nodig? Oh ja, ik heb die pufferfish nodig, want ik weet niet waar die zit. Nee, ik weet al waar die zit. Ik weet al waar die zijn. Daar hebben we echt heel erg veel van. Ik weet ook waar ze liggen. Oké, cool. Vraag bij dan niet, ja. Bij de PvP-arena. Oh ja, inderdaad. Ja, ja dat is niet, hè. Even kijken. Gaan we zit dit weer even doen? Komt-ie. Hopelijk verdwijnt hij nu niet. En pak hem op. Hè, zie je dat? Oh nee. Hij is soms zo noob. Het wordt natuurlijk een wet sponge, dus hij stekt er niet meer bovenop. Dat is wel echt heel dom gewoon. Ja, dat is echt fucking dom, ik weet het. Hoe voel je nu? Ja, heel dom, heel dom. Maar dat heb ik wel vaak hoor, maar dat is geen probleem, leer je alleen maar van. Oké, cool, nu alleen het dak nog en dan ben ik alweer een heel stuk verder. En dan denk ik dat we binnenkort maar even al het water uit deze buizen moeten halen. Want wat we nu al hebben is echt ontzettend veel. Ja, jullie kijkers die wilden heel erg graag daarheen. Naar de onderwatertempel met deze racebaan. En het is mogelijk. We moeten wel... Kijk, ik heb nog heel veel glas. Maar dan hebben we nog wel even wat extra glas nodig. Maar het is mogelijk. Everything is possible. Everything is possible. Ik weet niet wat ik daarmee wil doen. Nee, ik was ook echt aan het wachten. Oké, en nu? En nu? Ja, ik zeg gewoon precies hetzelfde school in. Ja, oké. Oké, nice. En dan ga ik dit afsluiten. Zo. Zo. Oké, cool. En dan zit je daar binnenin. En dan nu is de bedoeling dat we al het water weg gaan halen. En dat wordt mijn opdracht, dames en heren. Dat is niet normaal. Volgens mij neemt ik ga nu verder lekker enchanting. Volgens mij neemt het echt heel veel tijd in beslag. Even kijken, waar kan ik het... Volgens mij kan ik het best gewoon via hier doen. Even kijken. Hey, hallo. Gratis XP. Dank je. Dan ga je hier zo in en dan... Nice, nice. Episch. Cool. Awesome. Geen water. Wow. Heel veel water. Ik ben echt een heel lap aan het maken hier, jongen. Een heel lap... Oh, nice. Ja, het liefst van alles zoveel mogelijk. Eigenlijk moet ik een tweede ding hebben. Oh mijn god, je hoort dat regen zelfs gewoon. We moeten een tweede... Hoe heet het ook alweer? Hoppakee. Brewing shit. Zo'n brewing stand. Ja. Alleen, hoe maak je dat? Is niet zo moeilijk. Een cobblestone, volgens mij. Is niet zo moeilijk, maar hoe precies weet ik ook niet meer. Maar ik weet dat het niet zo heel moeilijk is. Heb je lekker veel aan, hè? Ja, je bent heel handig. Oh, dit is best zo lastig. Oh shit. Even kijken. Oh, hier kan ik staan. Yeah! Hoppakee. Oh my god, this is so nice. Oh, dit is wel heel easy. Oké, ik heb mijn brewing stand. Oké, all this water is almost gone. It's almost gone. Yahoo! Oh, hier nog even. Oh yeah! We zijn weer een stuk verder. Oké, en dan hier nog. Ah, ik heb niet zo heel veel meer. Ho. Ja, je moet echt wel eerst het bovenste weghalen. Dat scheelt al heel veel. Zo.
Zo, dit scheelt al heel veel. Kijk, dan ben je al een niveautje lager. Get on my level. Get on my level, bitch. Oh mijn god. Het gaat lukken, dames en heren. Vooral als we zo ongelooflijk veel, als we al deze sponsjes weer gaan verzamelen. Maar dit is echt waar. Nu kunnen jullie het ook gewoon weer zien dat dit het grootste project ever is. Niet normaal. Binnenkort ga ik weer even opnemen met Don. Samen met Don of Colin. Colin en Sam, maakt niet uit. Maar met meerdere mensen. En dan ga ik met Don verder weer het spelletje doen als ik met hem ga opnemen. En met Colin en Sam gaan we het spelletje weer verder doen. Oh god. En we spelen allebei om een taart. Dus als ik bij Don verlies, hoop ik dat ik bij Colin en Sam win. En dan geef je gewoon onze taart aan Don. Ja! Oh, dat is een goed idee. Hij is een beetje cheat, hè? Anyways, het gaat helemaal goed komen. Ik ga dit nog even weghalen. En dan check ik jullie allemaal bij een nieuwe aflevering. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie hem tof, deze XXL aflevering. Ik zie jullie morgen om 7 uur. En vond jij het leuk, Colin? Ik vond het superleuk. Vooral omdat je mij echt, ik weet niet, hebt gered. Ja, hè? Dat was wel fijn. Dat is nog wel even leuk om te horen. Thanks! Ja. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt voor de blauwe duimpjes omhoog. En tot morgen om 7 uur. Peace. Oeh. Knol Power. Knol Power.